Is het al kerst? Oh jongens, dit werkt! Ah. Hoe gezellig zijn deze sokken? Hallo allemaal, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal, Larissa Bruin, waar ik ook regelmatig shoplogs maak. En ook vandaag heb ik voor jullie weer een Action shoplog, maar dit is niet zomaar een shoplog. Want dit keer heb ik geprobeerd om onder de 3 euro te blijven per product. Als je zit in deze video, doe dan natuurlijk alvast je duimpje omhoog en vergeet niet om straks een leuke reactie achter te laten. En ook even te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. Nou, ik krijg wel nu al het idee dat het budget van 3 euro mij meer bevalt dan 2 euro. Per item. Want ik zie wel echt heel veel leuke dingen. Ik denk dat 3 euro ook echt een beetje zo'n bedrag is waar heel veel leuke Action producten wel onder vallen. Maar natuurlijk zie ik ook wel heel veel dingen waarvan ik denk, ook wel heel leuk. En dan is het net 4 of 5 euro of misschien zelfs 12 euro. Dan zie ik hier dus ineens een hele Rotan afdeling. Deze valt onder het budget. Ik zou eigenlijk zelf eerder voor zoiets gaan. Oh, deze zijn ook heel gaaf. Maar ja. Boven de 3 euro. Is het al kerst? Ik denk zomaar dat ik wel iets lekkers ga scoren voor kerst alvast. Wat ook al lang voor die tijd op gaat zijn, maar dat is geen probleem. Ik zie trouwens ook al kerstballen. Oh, deze zijn wel heel mooi. Dit ziet er ook heel goed uit. Hiermee kun je eigen brownies en sugarcookies maken. Maar 3,99 euro. Kijk, ik vind dit dus hele mooie borden en kommen sets. Maar ja, dan wil je natuurlijk ook wel een complete set. En dan zit je al heel gauw aan iets meer dan 3 euro per geheel. Nou, laat ik beginnen te zeggen dat het natuurlijk best wel een uitdaging is om onder een bepaald bedrag te blijven. Maar ik maak daar dan ook wel meteen een sport van. Dus ik vond het echt heel leuk om te kijken naar items die dan 2,99 euro waren. En zo vond ik dus ook bijvoorbeeld deze theelichthouder. Was ook al wel echt iets waar ik nog naar op zoek was. Hier kan je dus gewoon een theelichtje in doen. Misschien kun je er ook wel iets van een plantje in doen of zo. Ik denk dat deze extra mooi wordt wanneer er een lampje in brandt. Ofwel een kaarsje in brandt. En ja, deze was dus 2,99 euro. Hadden ze ook in allerlei andere kleuren. Maar ik vond dit wel heel mooi. Oh, hij is nog mooier als hij ronddraait. Er zitten nu trouwens allerlei glitters op. Maar je zult straks merken waarom dat het geval is. Dan heb ik ook deze documentenmap gevonden. Dat leek mij namelijk wel handig. Moet zeggen dat ik er eigenlijk meerdere had willen halen en ze hadden ook nog een heel ladekastje staan. Maar ja, die was dan natuurlijk net weer boven de 3 euro. Dus dan maar deze documentenmap. En ik zeg dan maar alsof hij niet leuk is, maar is eigenlijk hartstikke leuk. Hier kan je dus gewoon je documenten in kwijt. Vind ik handig voor dingen zoals bonnetjes of contracten of post. En deze is 1,99 euro. Nou, zoals altijd heb ik ook weer een geurkaars gehaald. Ja, dat doe ik echt altijd. Als ik in de Action ben en ik heb geen geurkaars gehaald, dan voel ik me eigenlijk gewoon een beetje incompleet. Dit keer ging ik voor deze geurkaars. Dit is de Monet Garden. De Monet Garden, jawel. Ruikt dus heel bloemig. Ja, ik ruik hem nu dus nog niet zo heel erg. Maar volgens mij is dit wel echt een prima kaars. Want ik heb een andere geur hiervan. En die vond ik heel erg lekker. Deze is 2,49 euro. En alsof dat niet genoeg was, heb ik nog een kaars gehaald. Dit is de Soft Vanilla. En nou ja, mijn eigen kijkers die weten dit waarschijnlijk nog wel. Ik ben echt een vanille lover. Ik hou echt van de geur van vanille. Ik vind dat gewoon zo lekker warm en zacht. En hierop staat ook The Scent of Coziness. En dat is inderdaad precies hoe vanille voor mij ook ruikt. Laat me trouwens vooral eventjes weten in de comments wat jouw favoriete geur is. En deze was ook 2,49 euro. Nou, voor 2,99 euro kon ik blijkbaar ook 7 paar sokken scoren. Dit is wel echt een hele leuke set. Echt, hoe gezellig zijn deze sokken? Stipjes, streepjes, in het roze, in het wit, in het zwart. En een hele combinatie daarvan. Ja, ik word hier gewoon vrolijk van. Ik weet niet hoor, maar als ik dit soort sokken aan heb, dan heb ik toch altijd het idee dat ik de dag gewoon net ietsjes beter begin of zo. Dan heb ik ook cadeaupapier meegenomen. Alhoewel, zij noemen dit dus holographic paper. En dit is metaalfolie. Ik zou denken dat je er gewoon een cadeau mee kan inpakken. En ja, ik zag dit soort van als een set. Ze kosten ook per stuk echt lang geen 3 euro. Dus ik voeg ze gewoon even samen. Ik vind ook als je een cadeautje geeft, dan geef je misschien 2 cadeautjes. Doe je het ene hierin verpakt en het andere hierin verpakt. Dan ziet het er helemaal gezellig uit. Deze was 85 cent en deze was 69 cent. Ja, ik was natuurlijk ineens in de kerststemming geraakt. Ik heb de kerstman ook meegenomen, jongens. Ik heb hem meegenomen. Ik kon hem daar niet laten staan. Hij stond niet alleen, er stonden er nog een aantal. Maar ik dacht, joh, ik vind hem hier ook wel heel gezellig staan. Ik denk niet dat hij heel lang blijft staan. Ik denk dat hij echt binnen no time op is. Ik vind dit namelijk altijd heerlijke chocola, weet je wel. Maakt niet uit, want ik ben wel vast een beetje in de kerststemming gekomen. De kerstman was 95 cent. Nou, ik had dus eigenlijk een set van kerstmannen mee kunnen nemen. Haha!
Dan was ik nog steeds onder de 3 euro gebleven. Nou, voor iedereen die zich dus afvroeg waar die glitters vandaan komen. Dat komt van deze konen, zoals ze dat volgens mij noemen. Decoratieve verlichting. Ik weet niet waar zo'n konen verder voor zou dienen. Maar ik zie het eigenlijk een beetje als een soort van gezellige kerstboomachtig gevoel. In ieder geval, wat leuk is eraan, hij glittert niet alleen. Er kan dus ook, ja, ik heb er nu geen batterijen in, maar er zitten dus ook lampjes omheen. Oh, weet je wat, ik ga gewoon even batterijen erbij pakken. En dan kunnen jullie zien wat dit nog meer allemaal kan. Let op, hè, let op. Dit is toch super gezellig? Ja, ik weet het. Ik ben een beetje vroeg. Of op tijd zou je kunnen zeggen. Maar dit is toch eigenlijk altijd wel leuk, toch? Ik hou echt van verlichting, kerstverlichting, glitters. Eigenlijk het hele jaar door gewoon feest moeten zijn, als je het mij vraagt. Inmiddels heb ik er een disco van gemaakt, trouwens. Vind ze leuk. Dan heb ik ook deze brush set gehaald. En je zult denken dat dit misschien een kwastenset is voor je make-up. Maar niets is minder waar. Dit is een brush set om mee te gaan schilderen. Jawel. Dit is voor de creative artists in spe. Grapje, dat lees ik gewoon hier. Ik weet niet of ik echt mijn creativiteit nog zo op gang kan krijgen. Het is lang geleden dat ik geschilderd heb. Maar ik wil het dus wel weer gaan doen. En ik denk dat dit me wel echt gaat motiveren. Dit is toch echt een super gezellige kwastenset. Kijk, het ziet er gewoon echt best wel leuk en mooi uit. Nou, en deze penselenset was €1,99. Dan iets heel anders. Ik heb ook een toiletborstel gehaald. Jawel. En dit is eigenlijk gewoon een heel erg basic toiletborstel. Maar hij is niet meer zo basic, want inmiddels zitten er allemaal glitters op. Oh, en deze was echt weer precies €2,99. Yes! Nou, ook voor in het toilet, ja, ik ga meteen maar daarmee door, is deze air freshener. Deze vond ik zo lekker ruiken. Ruik even met me mee. Grapje, ik weet dat het niet kan. Goed, hij ruikt dus echt super zoet en lekker bloemig. Ik vind het echt een hele fijne geur, die ook nog best wel lang blijft hangen. Dat merkte ik al in de winkel en toen dacht ik, nou oké, dit wordt hem gewoon. Dit is de geur Flowers, maar er waren er echt best wel veel verschillende van. Maar ja, ik vond de kleur roze ook gewoon leuk. Nou heb ik dus niet die mokken en border set meegenomen, maar ik dacht, weet je wat? Dit is wel iets wat ik onder de 3 euro kan scoren. Dit was namelijk €2,39. En dit is een tea gift set. Eigenlijk gewoon bestaande uit een kop en een schotel. En guess what? Ik ga het niet giften. Ik ga dit lekker zelf houden. Dus ik zal hem ook meteen even uitpakken en aan jullie laten zien. Kijk, lijkt vrij basic. Maar dat is het toch eigenlijk ook weer niet. Want het is net even wat hoekiger dan je gewend bent. En ik vind ook dat hier een heel mooi motiefje op zit. Nou, en dan het gouden randje nog erbij. Maakt het helemaal af. Ja, ik vind dit echt super leuk. Dan heb ik ook deze textielverfrisser gehaald. Nou weet ik niet of ik het goed zeg hoor. Maar dit verwijdert dus ingetrokken aanhoudende geuren. Nou, je mag toch eigenlijk hopen dat je daar geen last van hebt überhaupt. En dit is misschien ook wel meteen iets waar je het voor zou kunnen gebruiken. Een bankstel of zo. Of een kussen. Ja, mijn kussen ruikt dus nu gewoon heel lekker naar exotische vruchten. Heerlijk. Ik denk dat ik nu wel iedereen enthousiast heb gemaakt, of niet dan? Ik ben heel erg benieuwd of dit zoiets is wat jullie vaak halen bij de Action. Laat me überhaupt halen of jij misschien onlangs nog iets hebt gehaald bij de Action waarvan je dacht, nou dit was nou zo bizar. Haal ik eigenlijk nooit. Maar is wel iets waar ik heel blij van word. In ieder geval was deze €2,79. Dan iets super boeiend, namelijk deze Erasable Notebook set. Ik weet het, we moeten allemaal even nadenken. Wat is dit? Dit is dus een uitwisbare notitieboek set. Met andere woorden, hiermee kun je dus zowel schrijven als wissen. Ja, ik weet het jongens. Ik weet dat dit vragen oproept. Dus weet je wat? Ik ga het ook niet langer omheen draaien. Oh, wacht. Ik snap het nu. Kijk, als je goed kijkt, dan zie je dat dit van dat glanspapier is. Dus het is niet gewoon zoals je gewend bent van je normale papiertjes, A4'tjes, notitieboekjes. Dus waarschijnlijk dat je het daarom er ook gemakkelijk weer af kunt krijgen. Maar laten we eens even kijken. Ik ga gewoon even een hartje maken. Een XOXO. Nou, en als ik het goed begrijp, zou je dan dus in ieder geval zo'n 5 seconden moeten laten drogen. En daarna kun je het er dus gemakkelijk afkrijgen met de eraser, ofwel de wisser. Maar je zou ook gewoon iets van een doekje kunnen gebruiken. Ik denk dat die 5 seconden nu wel om zijn. Dus laten we dit gewoon eventjes gaan proberen. Oh, ik vind dit ook echt spannend. Oh jongens, dit werkt! Wat leuk! Kijk nou, het gaat gewoon weg!
oh, dit vind ik helemaal leuk. Dit vind ik echt helemaal leuk. Ja, want wat nou als ik helemaal geen hartje wil tekenen, maar ik wil een bloemetje tekenen. Kijk dan. Het is ook echt nog best wel netjes weggeveegd. Zien jullie dat? Maar goed, in principe is dit natuurlijk gewoon een to-do list. Hoe handig ook dat je dus dingen letterlijk van je to-do list kunt gaan halen. Oh, dit is echt een uitvinding. En ik vroeg me al af, waarom zijn er zo weinig pagina's? Want ik heb a lot to do. Oh, dit is echt een uitvinding. En deze was trouwens maar €1,49. Nou, dan zijn we bij het laatste item aangekomen. En ook dit is een soort van notitieblok of eigenlijk meer een planner. En wat ik hier wel fijn aan vind is allereerst dat het dus zo'n ringband heeft. Dat heeft natuurlijk ook een ringband. Maar dit kun je ook nog eens eruit halen en eventueel vernieuwen. En het fijne is, dit zijn dus lege papiertjes. Dan heb je ze ook gelinieerd en met van die stipjes. Nou, en hierachter heb je dan zelfs ook nog mapjes zitten. Hier hebben we nog een map, geloof ik. Ja, hier kan je ook nog wat kwijt achter een ritje. Daar kan je dus al je geheime wachtwoordjes in stoppen of zo. Dan zie ik dat er hier ook nog ruimte is voor een pen. En nou lag dit dus ergens, waardoor ik dacht dat die €2,49 was. Maar ik zie op de bon dat die €3,49 was. Dus, je zou het vals spelen kunnen noemen, maar ik was me hier niet van bewust. Deze is dus eigenlijk 50 cent duurder dan het budget dat ik per product in gedachten had. Maar weet je, hij was het wel echt dubbel en dwars waard. Ik ben er echt hartstikke blij mee. Ik ben überhaupt heel blij met al deze producten. Dus ik ben heel erg benieuwd welke van deze items vonden jullie het leukst. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is of je al iets geshopt hebt voor het kerstthema. En zo ja, wat is dat dan? Laat dat even weten in de comments. In ieder geval super leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Vergeet natuurlijk ook niet om even je duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk weer tot snel.